Nou, we zitten natuurlijk in het gezellige Westland hier zo. En we moeten helemaal naar het oosten van het land. 2,5 uurtjes rijden. En we zouden weinig spullen meenemen. We zouden weinig spullen meenemen. Nou, dat lukt natuurlijk weer niet. Zo, we hebben echt veel mee. Spullen voor 3 man. Dus we gaan even kijken of we alles erin kunnen douwen. Het zit is wel goed in proppen. En met een beetje geluk gaat het passen en kunnen we met z'n 3 mee. En zo niet, dan gaat een van ons met de trein. Waarschijnlijk ik. We zien het zo wel. Ik kast toe. Wonder boven wonder, maar het past. Kijk eens, en Daniel Tiedink, laat jij eens zien waar jij moet zitten. Het is gewoon altijd weer wat. Hè. Naar Frankrijk, naar het oosten van het water. Kijk dit dan. Ja, ondertussen vind ik het ook niet meer erg, want ik ben het wel gewend. Maar oh jongens, ik moet zo 2,5 uur zitten. Nou, als we een ongeluk hebben zitten, is het goed gebakken. Lekker, we gaan ervoor. Hoppa. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is nog maar een kwartiertje blaffen. En deze man is lekker aan het rijden. Zeker, zeker. Daniel is ondertussen, oh, je kan hem nog zien. Ja, hij zit lekker, krap. Ik zit er helemaal doorheen. Ja? Ja. Jij dan? Hoe is het met jouw voetjes? Ja, kijk jongens, dit is natuurlijk ook wel presteren. Ja. Maar prestatie. We zijn er bijna. We gaan nog even doorgassen en komt het helemaal goed. Zie je aan de koperen plassen? Dames en heren, herken je hem hier? Koperen hoogte! Oh, koperen plassen. Zo. Ach, daar heb je hem hoor. Eenzame jongen, hè? Onze route begrijden. Wat zeg jij? Ik ga wel ook in die auto. Oh, nee, nee. Lopen, hoppa. Hey, ja hoor, daar gaat ons plan. De grote partytent. En wij maar veel burgers halen. Ja, grote barbecue. We worden gewoon even, even genakt hier. We zijn een wegversperring. Oh jee, waar komen we? Chit, doe jij even een trappie? Hou jij ze... Kom, kom, kom. Ja, we hadden pas wel. Ja, oh, oh, ja, ja, ja. Zo, dit is echt heel krapjes. Ja. Zo. Als ik zo doe, moet je stoppen, hè? Oké, kom maar. Kom, kom. Die kant. Zo, ja, ja. Zo, lekker. Zo gek, dat was spannend. Was even spannend. Ja, ja. Yes, we zijn weer eindelijk een keertje. Chit, eerste impressie. Ja, we zitten goed tussen iedereen in. Ja toch, nou, ik ben al lang blij dat we niet aan het uiteinde zitten. Echt perfect in het midden. Gaat wat worden, denk ik. We gaan ons best doen. Ja, we gaan zeker weten ons best doen. Waarom is het zo donker? We gaan minimaal voor de max. Ja toch? Nou dames en heren, we zijn net even wezen buurten bij de buren. Ze zijn weer super aardig. Eén gezellig boeien en zo. En kijk eens. Ondertussen wordt dat autootje uitgepakt. Daar heb je de boys. Hey, Basie. Nieuwe boot, nieuwe kansen. Nieuwe boot, nieuwe kansen. Geen oplaasboot. Ja, het is geweldig. Het is wel een oplaasboot, maar... Ja, maar geen speelgoedboot. Iets die betere kwaliteit inderdaad. Wie hebben we hier? Yo. Yo. Hey, pikkenbaas. Wat is dat? Het is de quick release. Ja. Pak je allemaal kijken. Dus maak je zeg maar hier zo vast aan je boot. En als je dus een vis hebt en je moet snel drillen, dan doe je even snel deze opzij. Hoppa. Lekker man. En je kan zo gaan varen. Kim kan de sfeer zit er goed in. Er wordt volop opgebouwd. Het is gezellig. We hebben het naar ons zin. En ja, om het nog even ietsje gezelliger te maken, gaan we er één grote partytent van bouwen. Dat is in de vorige sessie. Maar nu... De best partytent die we ooit hebben gehad. Inderdaad. Iets betere kwaliteit. We hebben vandaag... Het party tentje van Fjords in. Je weet het. Ja. Dat wordt hem, hè? Nou, terwijl ik bezig ben het bootje op te pompen. Zijn deze... Wat zijn jullie aan het doen? Gasten, what the fuck? Ja, als je nou een keertje komt helpen... Zal ik even helpen? Best. Zo, het is niet normaal. Maar hij staat. Kijk, dit is pas het is relaxed, echt niet normaal. Moet je even kijken hoe groot... XL party tent dit voor ons is. Ja, ja, ja. Heerlijk, muggengaas overal. Muggengaas, raampjes erin zelfs. Kijk, wat een feest. Hey. En hij stond zo, het was even lastig om hem op te zetten. Maar ja, weet je, als je het één keer hebt gedaan, dan kan je het ook voor altijd. Klapt hij hem zo uit. En je kan er zeker wel met 15 man in, denk ik. Denk het ook wel. Ideaal voor ons, dikke party tent. Zo, het tentkamp begint vorm te krijgen. Waar ben jij mee bezig, jongeman? Yes, ik ben de hengeltjes aan het optuigen en kijk eens. Voor het eerst in de geschiedenis van DFS-team. Nieuwe toppen, oh shit. Ja, het is ongelooflijk, hè? Goed nieuwe geregeld. Toppen.
Het schijnt hier 17 meter diep te zijn. Jij hebt net het bootje opgepompt. We gaan zo meteen met de dieptemeter even een rondje varen. Even kijken hoe of wat. Wat nou logisch is waar we gaan vissen. We hebben al een beetje geobserveerd. Een beetje stekkeuze gemaakt. En jij dan? En ik ga wat vangen. Deze jongens. Wordt dit terug? Kleine haas. Dit wordt terug. Ja. Je gaat razen vangen. Nee. 1,5-15 mm. Waarom 1,5 boy? Ja. Ben je onzeker over 1 boy? Ja. Okay. Eentje toch echt iets. Onzeker knul, hè? Onzeker tienermeisje. Nou, ik denk dat het een bank wordt. Ik denk het niet. Nee, want je bent een single poop vissen, de ander met stoelman presentatie. En we hebben keuze zat. Keuze is reus. Even die heavy heet. Zo, keuze is reus inderdaad. We hebben meer dan genoeg pups. De een ga ik vissen met de hard ones van Nash. Kiekree. En de ander denk ik dat ik ga kiezen voor de Westie. De citrus. Oh nee, de scope is kwijt. Bijna. Bijna. De citrus, kijk, dezelfde kleur. Oh. Lijkt op elkaar, maar dit is toch een toppertje, jongens. Hey, okay, ja, oké, dit is stukje 1, 2, 3. Dus we gaan allemaal in de battle. De battle. En dan ga ik even lekker hosselen. Ken je wel, hè? Een beetje hosselbe. Ik ben een beetje een hosselbe. En dan mag Daniel die denk eentje gaan graaien. Hé, hey, jongetje, mag ik even lekker in je zakje zitten? Oké, wat betekent nummer 1? Nummer 1 is eerst lekker. Eerst kiezen. Nee! Ah, 3! Nee. Hey, dan ben ik nu. Ja. Altijd, hè? Altijd met deze kutspelletje. Ik voel hem 1. Ja, ik voel 2. Ah, 1! Niet de baas. Zo jongens, mijn eerste hengeltje doe ik met een snowmanje van tijgenoten. 1 echt en 1 neppen. En daar gaat die snowman mooi staan. Ik ga deze hengel uitvaren tegen de bosrand daar. Ik ga verder filmen met de GoPro. En dan zien jullie mij zo wel, denk ik. Ciao! We blijven vanuit de party tent. Yo! Daarom weer een nieuwe aankoop. Wat is het precies? Ja, lekker lekker. Het is een mini robotje van Nash. Uit de KNX range. Ik ga nu even de piepers van mijn steentjes afhalen. Het werd weer een keertje tijd. Ik wou even op steiertjes. Juist. Maar je steen een dingetje bij ons in de buurt vissen. Kon al die tijd niet, want ik had geen robot. Maar hier is hij dan. En hij is mooi, hè? Hij is fucking ziek. Oké, ciao. Wat? Hoe diep lig je te vissen? Ik lig nu op 5,7 meter. Oh, ik op 4. Met het nieuwe Raptor-bootje, dames en heren. Met het diepe daar vastgemaakt. Perfect. Is het gewat? Kwaliteit. Kijk eens. Zo, dit is mooi hoor. Dit is een fucking mooi robotje. Heel ziek. Ja, lekker gek. Terwijl de masterchef bezig is. Grillmeister. Grillmeister. Heeft onze DT een probleempie. En dat is? Wat is het euvel? Nou, ik heb het dus net mijn lijn uitgevaren. Maar ik kom er achteraf pas achter dat er nog maar 15 meter lijn op mijn motor zit. Nee, wel meer. Maar het is niet veel meer. 15, 20 zal het zijn. Heel weinig, maar op die andere is het veel meer. Dus ja, ik ga binnen draaien. Zit dicht en meteen de boot in. En heren, hoe is het? Goedenavond. Ik zal jullie nog een extra tip van de dag. Gewoon bonus. Omdat het weekend is. We hebben dus kaastengels. En wat dus echt lekker op is, gewoon een goede cola ketchup. Het hoeft helemaal niet alleen voor hamburgers gebruikt te worden. Kaastengel. Wat een maf, Kees. Kijk, het ziet er ook nog goed. Het ziet er gewoon culinair uit. En dan... Zo, dames en heren. Ik heb betere werk. Nieuwe pils. Proost, jij staat hem. Ah, kut. Ja, dat ken je. Wat doe je? Zo, dit is echt het mooiste ooit. Jezus, deze doen we zo motion, hè? Zo mooi. Doe niet, dat stond ik. Zo jongens, het is weer burgertijd. Lekker op de stack van de DFS team. Ja, we hebben dus, de eerste vier klanten. Het is lekker gezellig geworden inmiddels. Het water ligt er veel te stil bij, maar aan de overkant is gevangen, hè? Ja, maar dat is niet hier. Ja. Ah, jij nog wat vangen toch op 12 meter diepte? Op 12 centimeter, weet je nooit. Ja, de man van de extreme.
Daar natuurlijk. You know it. Wat zijn we mee bezig? Nou, we hebben een karpenvissende dame. Die wilde naar de Koperen Plas. Oh, ja, ik ben... Hey! Team alles. Ja, natuurlijk. Ja. We zaten dus... zeg maar, ik zit hier met allemaal jonge jongens. En die zijn zo eenzaam hier aan de Koperen Plas. Dat ze zeiden van ja, we zoeken nog een karpenvisser die eventjes langs gaat komen. Karpenvisser. Vanaf 1 uur s'nachts. Ja, vanaf 1 uur s'nachts zou het meest optimaal zijn voor die jongen. Oh, gezellig. En zijn er nog... Je vriendinnen mag je ook meenemen. Ja. Gratis voor niks. Mooi. Zeg maar, we hebben 50 hamburgers. Dus... 50 hamburgers zijn hier te plaatsen. Dus je kan nog... Gewoon, dat zou je niet. Een stuk of 46 vriendinnen meenemen. Ja. Yes? Lekker genoeg. Lekker genoeg. Oké. Okay. Nou, ga maar even regelen. En dan als je er 46 gevonden hebt, dan kun je weer terug wel. Ja. Doeg. Oké. Okay. Rennen. Hey. Zet, blijf hier! Hey! Pak hem! Kijk zo, beter hangt die. Boot in, hoppa! Nou, dames en heren, we zijn even bij de buren. Ze hebben een visie. Hoe zie ik? Yo. Ja hoor, het is de eerste prazen van dit weekend. Gelukkig niet voor ons. Hey Chad, heb jij met hem samengewerkt? Ja, ik heb hem wel tips gegeven. Je zou het wel denken. De eerste van de Big Five is ook voor hem binnen. Ja. Dat had genieten. Stol netjes. Ja, prestatie op zich. Op zich. Ja. Netjes hoor. Ja, ik gewerkt, Pek. Zo, waar heb jij deze braas van gevangen? De KWO special zit hier. KWO special? Ja, dan moet je van je baas zeggen zeker. Ja. Maar dit wordt het voertje. Dit is ik zie lekker veel hennep en mais. Speciaal witvisvoertje. Gewoon een pornovoertje zou je zeggen. Ja jongen, hier dat is... Ja, weet je, het is toch activiteit. En eerst braas van dan karp, toch? Ja, precies. Ik denk dat hij nog wel komt. Ik denk het ook. Wil jij dan doen, tijger? Kijk, Briembeets. Vriendbeet! Hier, kijk dan, die KWO specials zijn toch geliefd. Zo! Ik heb je met de soldaat van Oranje. Maar hoe ze noemen wij jou zo? Wat heb jij in je hoofd? Mijn tactiek is dus, jongens, gewoon 's nachts met de zichtvissen. Ja? Sowieso, tuurlijk. Geel foampje boven, zwart foampje onder. Als die vis van onder kijkt, dan ziet hij het zwarte puntje. In de nacht. In het donker. Zo, niet te vertellen, het is wat er net gebeurd is. Echt, ziekste goud ooit. Ik kreeg een run. Nou, overrun. Het is natuurlijk wel op ongeveer 200 meter afstand, 150. Maar mijn mogen die zat opeens vast. Mijn rij zat onder mijn mogen as gewikkeld. Super kut. Minuten lopen kutten, maar wel de spanning op de rij houden. Snel met de boot er naartoe, toen het gefixt was. En de vis hing nog. En toen echt de meest zieke bootrol ooit gehad. Hij was knijtsterk. Samen met Chit, mijn chauffeur. Ja, ja. Schipper, ik weet niet hoe je dat mag noemen. En hij hangt gewoon nog. Het is echt een mooie vis. Hij gaat tegen de 30 aan, denk ik. Ik hoop het zo. Ja, dames en heren, je ziet het. Sling eraan, hij staat op nul, dus we kunnen gaan wegen. Koude klauwen, jongen. Koude klauwen, inderdaad, maar ik ben benieuwd. Ik ben ook zeker benieuwd. Zo, dames en heren, zoals jullie zien, 14 kilo, net één streepje minder. Wel even dikke vissen. Werk, jongens. 40 kilo, mega blij mee. Deze baas assistent. Kijk, top, allemaal karpers op mijn steen. Allemaal karpen, jongen. Koperen plas, helemaal goud. En de vis zit hier zo in de schoen. Ja, natuurlijk is natuurlijk net als normaal nog aan het slapen. S'avonds is hij in vent, maar s'ochtends is hij vaak absent. Een beetje nomo. Maar we houden hem even 2 uur in de schoen tot iets rechter is, tot een beetje opkomst is. Misschien nog een paar gasten erbij. We'll be right back.
ik heb drones alvast niets is. Deze man die gaat er nog uit. Wat, hè? Ja. Nou, de buurman heeft ook vis gevangen. Zeker. Kijk, gewerkt, man. Netjes. Ik denk dat dit net perfect voor de steek is. Ziek ouwe, waar heb je hem opgevangen? Wat zeg je? Waar heb je hem opgevangen? Tot er ligt onder de kant, 2 meter denk ik ongeveer. Alle hengels waren al binnen gedraaid. Link hem naartoe, pak hem op. Hij loopt uit de hand weg, dat is sowieso. Helemaal ziek. Dat is al een flinke massa dan. Netjes. Doosje op, type. Doosje groot. Hey, pikbaas. Hey. Wat ga je doen? We gaan even deze spiegel showen. Kijk. Ja, hier ook. Lekker. Rugje. Til hem maar op. Ja, moet je op die kant op en dan wel terugvliegen. Gaan we dan, let's go! Hoppa! Ja, daar is hij weer. Het mannetje. Is toch mooi. 5:30 vanochtend ging hij af. Mijn molen zat om, de rij zat om de as van mijn molen heen. Helemaal kut. Minuten lang waren we aan het worstelen. Maar toch zat de vis er nog aan. Stel, we zitten volgens de boot in. Echt een zieke bootrail gehad. Nooit een zieke bootrail gehad. En uiteindelijk liet het zich toch scheppen. Lekker. Ik ben er zo blij mee. 40 kilo van de koperen pras. Bestoken met een tijgenootje. Ja, helemaal super dit. Wat een buffel. De buffel. Zo, de buffel. Hij was echt mooi. Even naar huis gevist. Zeker, zeker. Prachtige vis. Ja, ik ben er echt onwijs blij mee. Toch die oude vertrouwde tijgenoten, die doen het toch maar weer. Lekker. Van duimpjes. Ja, helemaal super. Ja, helemaal super. Genieten. Prachtige vis. Prachtig. Dus top. Ja, dat is het. Is niet normaal joh, het is hier nog drukker dan in Venetië met de boten. Zit? Ja, dat is niet. Wat vind je er nou van? Ja, dat ken je. Maar hoe gaat het? Ik zit inmiddels aan mijn eitje, het is, hij is al beter gelukt. En jij? Als je gezien. Netjes. Normale jongen. Ja joh, weet je, het gaat om hoe het in je maag komt. Nou, het ziet er echt niet lekker uit. Gadverdamme. Echt smerig. Zou je dat eten dan? Nee, ik zou het echt niet eten. Ik zou het ook niet eten. Ja joh, een beetje ketchup, dat maakt alles beter. Ja, nee, de service. Zo jongens, de echte service op de stack van Dave Fish Team. Een burgertje, een biertje, je kan bij ons overal voor terecht. Helemaal super. Je weet het. Biertje erbij. Dat kan gewoon. Mooi. Dit is van 4-5 kilo mee. Dan nog 2 keer terug. En dan aan de bovenkant. Doen we weer door dat oog. Echt vol moeite. Hey Wiet, wat ben je aan het doen? Even een chotterig workshop te doen. Lekker man. Hier een chotterig knoop. Altijd goed. Ja toch? Ho! Oh. Zo, nou, dan is hij al voor de helft af. Nou dames en heren, we zijn bij een ander onderdeel van de KWO in Action Day. Je ziet daar een vlot. En ik ga proberen dit loodje in die bak te krijgen. En dan kan ik gewoon hier midweek vissen weer. Ik geef het weinig kans, maar ik ga gewoon weg. Heeft dat goed kunnen geheim? Ja. Dan gaan we het even laten zien. Goed, dan laat hij alleen de handtekening terug. Echt slecht. Echt heel slecht. Zo Nathan, jij gaat het ook proberen. En, mooi, bij 20k ga ik ook kaal. Kijk, wat een baas. We gaan eens even inzoomen op het eiland. Pak. Oeh. Ja, die was veel beter dan die van mij. Bijna kaal, hè? Ja, bijna. Oh, zo, dat is een best cameraatje, Tinder Timo. Timo. Heb jij die Tinder money's goed gespend? Tinder money's goed gespend. Goed geïnvesteerd, goed geïnvesteerd die geld. Helemaal goed. Gaat dat goed? Gaat dat goed? Hey, en ik dan? Hey, wat is dit nou? Ja, ik heb een chickie gevonden, dames. Ja? Jij denkt, de enige vrouw die carvist, die moet ik hebben. Ja, ik ben helaas niet meer beschikbaar. Oh, jammer. Even zoentje erbij. Hey, joh. Wel
gevist, maar niet veel gevist. Pardon. Ja, man, man, man. Nou, al dus ja, stek van Rientje en Roegel. En ik sta hier bij de werpwedstrijd op de KWO in Action Day. Ik ga even laten zien hoe het moet. Oké. Okay. Hoop ik. Bijna. Bijna. Ja, best dichtbij. Ja, goede poging. En wie staat er nu bovenaan? Wie staat er bovenaan? Twee mensen hebben eruit gegooid. Ziek? Ja, twee mensen. Nou, dan zal ik maar even een keer gooien, dan zijn het er drie. Zo, mooi. Niet best. Nou jongens, we lopen maar snel door, want die poging van mij die sloeg nergens op. Hij kwam niet in de buurt, hè? Ja, niet echt. Nee, helaas. Maar goed, we hebben ook een bootje om hem nu uit te varen. Dus in principe is dat werpen niet meer nodig. Maar ja, we gaan nu even kijken wat nog verder op de stek te doen is. En dan zien we dat zeker. Nou jongens, dit is een beetje de stek vanaf waar ik hem heb gevangen. Hier zo, een paar meter uit de kant bij dit boompie. Kwam de 40 kilo vis vandaan, of de tijgerneukjes. Zeker blij mee. Nou ja, nu niemand vangt eigenlijk meer vis. Het is overdag, er wordt zoveel geworpen, zoveel gevaren en zoveel hengels liggen erin. Dus die vissen doen gewoon helemaal niks meer. Helaas, maar ja, ik heb toch een visje gevangen, dus toch goud. Yo! Yo! Ga je erop? Goeiedag. Hey, ik ben Robert van Navigate the Baitboat. We zijn hier vandaag op de KWO Action Day. Ik geef hier een beetje demonstraties over gebruik van dieptemeters en GPS'en. Ja, de mogelijkheid is om hier proef te varen met onze boten. En ja, een beetje naar dieptemeters te kijken. Eigenlijk niet van het mooie weer natuurlijk. Ja, helemaal super. Ja. Dat weer is zeker, zeker top. Ze hadden regen voorspeld. Maar ja, beter kunnen we het eigenlijk niet hebben. Dat is natuurlijk helemaal goud. Helemaal top. Moet je hebben zo. Nee, dames en heren. We staan hier bij Peter op de stek. Van het materiaal allemaal, joh. Ja, ik zie daar allemaal zelfontspanner, lampen, ja, navigator. Heb je al je inboedel meegenomen, denk ik? Ja, ik huis verkocht en alles in visvogel gestoken. Het idee was dat ik vandaag een beetje ging demonstreren wat ik allemaal gebruik om een film te maken. Wat ik natuurlijk niet elke week meeneem, maar als ik hem veel ga filmen, dan neem ik hem maar mee. Ja, precies. Mensen willen dan een beetje van jou. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus dat heb ik een beetje uit de camera. Hoe maak je nou een foto als je in je eentje bent met afstandsbediening? Mensen vragen waar Wietse is. Hoe doe ik het filmwerk? Hier is Wietse. Hier is hij. Met zijn bollenbek. Wijf op Instagram, TheFisting, volg ze nu. Nee, lach joh. En veel animo gehad? Ja, en ook mensen die hun eigen camera hadden meegenomen van ik kom er niet uit, ik heb hem even laten zien hoe deze werkt. Oké, nice. Mij betreft wel geslaagd. Ja. Ja. Zeker. Actie gehad op de stek aan gevangen. Dat is wel jammer, ja. Ja, het hoort erbij. Blijf vissen. Al met al een mooi dagje zo. Absoluut. Nee, dat mag niet van jou, hè? Nee, je moet je poeplens hebben. Oké. Oké, dames en heren, we zijn hier met Peter Vlasveld en die gaat even demonstreren wat een Nederlandse en een Franse karper is. Kijk, dit is een Nederlandse spiegelkarper. Wat een baas! Nou, dames en heren, we zijn aangekomen bij Solar en Corda. Zo, Solar en Corda. En we staan hier bij het hoofdgebouw. Nou, vanaf hier, vanaf deze stek, wordt toch aardig wat vis gevangen. Je mag normaal gesproken niet vissen, maar voor vandaag doen we het toch even. Mooie stek. Onze stek zit helemaal aan de overkant. Zeker, zeker. Die gaan we weer eens even opzoeken, denk ik. Mooie stek bij de boompie. Lekker burgertje bakken, biertje erbij. We gaan ervoor. Hey. Hey. Zo, de KWO Special Boys en de kleding is natuurlijk ook hier te koop. Helemaal super. Zo, we zijn hier bij Stefan en Joachim van KWO. En ja, hoe hebben jullie de dag uitgezien? Dat is één grote ellende. Ja? Ja, we hebben één losser. Dus op de richt van Mark Hofman. Oké. Okay. Ja, dat weet je het wel, hè? Dat weet je het al, ja. Dat is niet vaak goed. En verder is helemaal niks. Ja, helemaal niks. Maar je weet het niet, we hebben nog een half uurtje. Dus hij kan zomaar afkomen. Dat is waar. En je hebt toch een keurtje gekregen? Zonnetje, toch? Dat is ook wat waard. Ja, die had ik al uit. We zijn de parktent afgebroken, lekker compact. Yo! Zo, dames en heren. De Action Day zit er weer bijna op. We zijn aan het opruimen. Wietse heeft de boot helemaal ingepakt. En wij kijken de parktent. Hij is zo klein. Helemaal fantastisch. Ik denk dat we even nu bezig waren met de opruimen. Ik ga naast liggen. Hij is pakt. Kijk. Ik ben 1,70 meter. Kleine parktent, lekker. Maar Wietse heeft sturen. Kijk, Wietse! Zo! Bootje, je kan gewoon lekker op je rug mee. En even spatten. Zo! Hoppa! Hey, boys!
daar hebben ze. Dat is toch mooi, jongens? Ja, dat is heerlijk, hè? Ze zijn ons aan het wegwijzen. Op de smalle brugjes zeggen ze ja, links of rechts. En ze rennen ons afval weg. Heerlijk. Ik vond het gewoon leuk om hem te helpen opruimen. Ja, dat is mooi. Taf en een bal. Ja. Het is geen hamburger. Het is geen burger. Meteen maar, wel lekker. Goed georganiseerd door KWO. Heerlijk. Weet je wat het mooiste is? Deze groene kruipers, kijk eens. Hoppa. Altijd genieten. Genieten. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauwe duimpje omhoog. En abonneer. 20.000 abonnees voor 2020. Alle drie de kopjes gehaald. Dus doe gewoon dat op duimpje video. En abonneer. En ja, het moet gewoon helemaal goed komen, toch? Tot de volgende video. Later. Ciao. Was vol.